zegt. Gegroet krijgers, ik ben Amando, de Team Park Viking en welkom bij weer een nieuwe video vanuit de Efteling. Het is weer zomer en dat betekent één ding, drukte. En soms heb je daar gewoon helemaal geen zin in. En daarom presenteer ik de top 10 rustige plekken in de Efteling. We beginnen deze top 10 vlakbij de ingang. Het is het pad langs het Efteling Theater en de Fata Morgana. Dit pad is echt ideaal om aan het begin van de dag de drukte te ontwijken en snel bij de Fata Morgana te kopen. Plus, je hebt gewoon een heel mooi stukje natuur om even doorheen te lopen. Al is het maar een heel klein stukje, want we zijn nu al bij de Fata Morgana. Nou, dit is echt een heel mooi stukje Efteling. Om gewoon lekker een keer te lopen. Nog een fun fact, als je bij een van deze deuren even stopt om te luisteren, dan kan je de geluiden uit de attractie horen. Kortom, een heerlijk rustig pad om je Eftelingdag te beginnen of in de middag even een keertje langs te wandelen. Behalve dan als Alcanoe weer bezig is, want dan staat het hier bomvol. Nummer 9 vinden we ook een pad. Het pad tussen Joris en de Draak en Anderrijk. En het mooie van dit pad is dat het niet alleen natuur is, maar er is ook best wel veel te zien. Zo hebben we hier dit zijpad. Waar je een heel mooi zicht hebt op de piranha. En als je goed kijkt, zie je aan de andere kant het Loonse Land liggen. Ook is dit echt een heerlijke plek om gewoon lekker in het gras te zitten en van de natuur te genieten. En als zometeen Bekker en Krummel hiernaast open gaat, wordt dit helemaal de place to be. En op nummer 8 hebben we de speelweide, of ook wel de picknickweide genoemd. Hier kan je gewoon lekker in het gras of aan een bankje genieten van het zonnetje. En van de trein die langskomt, de pagode die in de lucht gaat. Het is gewoon lekker ontspannen.
let wel op, dit veld is niet altijd toegankelijk. Nu staat het helemaal leeg, maar van de winter zal hier wel weer een warme winterweide zijn. Of misschien wel weer het IJspaleis, dat weten we nog niet. En misschien volgende zomer dat hier weer gewoon kraampjes staan. Maar nu is het lekker leeg, we kunnen van genieten. Het is toch gewoon Noletta? De enige rustplek met een wachtrij. Maar als je er eenmaal in zit, is het wel waard. En zeker nu je pootjes niet hoeft te delen, is het helemaal rustig. Dus gewoon lekker achterover zitten en genieten van de natuur en van de dieren. Misschien wat eten. Oh ja, en een achtbaan. Een ritje in de Fondoletta heeft sowieso voor en zijn nadelen. Het voordeel is, als het regent, zit je lekker droog. Het nadeel is, je bent hier echt na 20 minuten pas weer uit. Hoe dan ook, de Fondoletta verdient een plek op deze lijst. Het klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, maar ja, er is een rustige plek in Ruigrijk. De Pietelweide, of ook wel het grasveld naast de Pieton, is echt een heerlijke plek om gewoon lekker te chillen of gewoon lekker te picknicken en ondertussen kijken hoe de Pietel voorbij raast. En je ziet het, het is hier echt super rustig. Het is midden in de middag en ik heb hier al deze ruimte voor mezelf. En daarom verdient de Pietelweide een plek op deze lijst. En op nummer 5 vinden we het Lavelaar. Lavelaar is nu een beetje een vergeten hoekje geworden in Efteling, maar dat maakt het wel ideaal om lekker alle huisjes te verkennen. De kinderen even laten spelen. Gewoon even relaxen op een van de vele bankjes. Je moet je alleen niet storen aan het gepiep van de slakkenmonorail. Maar als je dat wel doet... hebben we naast het Lavelaar dit hele plein liggen. Dit pleintje ligt dus naast het Lavelaar en het Antropiekplein. En er is hier eigenlijk bijna nooit iemand. Wel zijn hier echt genoeg bankjes. Dus als het bij de speelpaap helemaal vol zit, kom gewoon hier lekker je eten opeten. Ook zijn er een paar speeltoestellen en een heuse draaimolen die je wel zelf moet duwen.
En als je helemaal privé wil zitten, hebben we hier nog een hele mooie afgelegen poortje. Het enige nadeel van dit poortje is wel dat je de auto's kan horen die hier achter rijden. Al met al een heerlijk rustig plein die zeker niet in deze top 10 mag ontbreken. Maar wat staat er in de top 3? En op nummer 3 staat het Sprookjesbos. Dus we denken in het Sprookjesbos, daar komen toch best wel veel mensen. Ja, dat klopt, maar die zijn er meestal in de ochtend of in de middag. Aan het eind van de middag, begin avond, is hier eigenlijk bijna niemand meer. Dus dat is de ideale tijd om gewoon lekker rustig alle sprookjes te kijken. Gewoon lekker rustig zitten hier op het Herautenplein. En daarom krijgt het Sprookjesbos een welverdiende plek in de top 3. En de ene beste rustige plek in de Efteling is hier achter de Piranha. En je kan hier niet alleen gewoon even rust pakken. Je hebt ook prachtig zicht op de Piranha. Het is prachtige natuur. Je kan mensen nat spuiten met water. En check dit uitzicht. Daar kan toch niks tegenop. Hoe kan het ook anders? Op nummer 1 staat het Heksenpad. Dit pad loopt dus achter het Spookslot langs. Het ligt dus tussen Spookslot en Symbolica in. En er komt hier echt bijna niemand. Het gebeurt echt zelden dat ik hier iemand zie. Wat echt onbegrijpelijk is, want het is hier prachtig. Je zit midden in de natuur. Je hebt de achterkant van het Spookslot ook heel mooi gedecoreerd is. Het is bijna schandalig dat hier nooit iemand komt. Nou heeft de Efteling deze plek aangegeven als een plek waar ze nog eventueel een attractie kunnen bouwen. En laten we hopen dat dat niet gebeurt. Deze plek
moet behouden blijven. Het allerrustigste plekje in de Efteling met stip op nummer 1. En dat was het dan. De top 10 rustige plekken in de Efteling. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Als je bij je volgende bezoek een rustige plek zoekt in de Efteling, laat in de comments even weten welke van deze plekken jouw favoriet is. En als je dit nou een leuke video vond, doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet om je te abonneren op mijn kanaal en me te volgen op Instagram en op Twitter. En dan vanaf het heksenpad in de Efteling zeg ik bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Blijf je denk ik nog wel even zitten. Oké, uitgerust. Tijd voor een ritje Vogelrok.